Van sportorganisatie groeide NAX onder leiding van Elfriede Baren tot een Afro-Surinaamse organisatie die zich ook bezighield met Afro-Surinaamse zang, dans, theater, jongeren- en vrouwenafdelingen. Met name hielden de vrouwen zich bezig met kleding en sieraden. Het waren met name de jongeren die echt tot bloei kwamen in de periode van Baren. En dat is tot heden het geval. De jongeren zijn heel actief en dat is wat NAX naar streeft. We profiteren er binnen NAX nog steeds van, omdat je nu ziet wat eigenlijk gezaaid is onder de jongeren. En nu zijn het eigenlijk de jongeren die eigenlijk inhoud en richting geven aan de verschillende afdelingen en verder creëren. Want dat is de bedoeling. Ze hebben het geleerd van de ouderen. Ze hebben het zich eigen gemaakt. En nu zie je nieuwe creaties van de jongeren. En dat is eigenlijk de groei die je wenst binnen een organisatie. Nou, en na Elfriede Barendijkstil kwam er natuurlijk een nieuw bestuur toen ze overleed. En toen heb ik de scepter overgenomen. En in die periode, deze periode, bouwen we voort op dat van Eugène Drenthe, op dat van Elfriede Barendijkstil. En leggen wij veel nadruk op de aspecten van cultureel erfgoed. Het betekent dat we ook meer onderzoek doen en vastleggen van de cultuur door middel van een documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur dat we hebben opgezet en eigenlijk heel actief is in het digitaliseren van alles wat wij vinden en het ook uitdragen. Want mensen komen hier en halen de informatie over al de aspecten van cultureel erfgoed en ook over het slavernijverleden. En een ander aspect dat er is bijgekomen is het eren van de helden. Die wij hebben voortgebracht, dus zogenaamde iconen. Dat is een groot project geworden. En we zijn nu ook bezig met de aanpak van het cultureel ondernemerschap. Om daar veel meer invulling aan te geven. Want we hebben veel Afro-Surinamers die de cultuur heel goed beheersen. Maar het aspect van ondernemerschap is onvoldoende ontwikkeld. NAX startte in 2017 met het Iconenkalenderproject. De eerste stofvoetoes die geportretteerd werden waren naast oprichter Eugène Drenthe en voorlaatste voorzitter Elfriede Baren, Harold Braam, Aminata Cairo, Louise Wondel, Frits van Troon, Johan Sibida, Johannes Polane, Wanda Dens, Fransje Gomes, Jack Pinas en Johanna Schouten Elsenhout. De eerste kalender kwam uit in het jaar 2018. Waarom zijn we begonnen met dit project? We hadden geconstateerd dat we ook, wij Afro-Surinamers, want daar is het mee begonnen, ook een achterstand hadden opgelopen in de erkenning van vooraanstaande Surinamers, mannen en vrouwen, Afro-Surinamers in de kuststreek en ook in het binnenland, die grote bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname op cultureel gebied, sociaal gebied, economisch, politiek gebied enzovoort. En die kregen die erkenning niet. Wat je hoorde in de wandelgangen is, er zijn geen voorbeeldfiguren. Afro-Surinamers, ze hebben gewoon die mensen niet naar wie ze kunnen opkijken. En wij hebben geconstateerd vanuit NAX dat dat niet klopte. Er zijn enorm veel Afro-Surinamers die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd. Alleen is het niet bekend bij de Surinaamse samenleving. Dus zo is het project ontstaan. En toen zijn we gekomen met het NAX Iconen kalenderproject. We hadden de keus om jaarlijks één Afro-Surinamer naar voren te brengen en te eren. Maar dan zou het te veel jaren in beslag nemen. Dus hebben we gezegd, we gaan een kalender maken waardoor we 12 per jaar kunnen presenteren.
En zo zijn we begonnen. En ik kan u zeggen, we hebben een hele lange lijst van iconen. We hebben nu 72 eigenlijk al uitgebracht. En van elk van deze iconen hebben we een stuk op de iconenkalender. We hebben een kleine video van elk van de iconen. En dit is informatie die we ook gedigitaliseerd hebben. Dus het is toegankelijk voor alle Surinamers, maar ook buitenlanders. Zodat men de iconen leert kennen. En we zijn ook actief in het verspreiden van deze informatie. We zijn nu bezig met de 12 voor 2024. Ja, daar komen er dus 12 bij. Dus dat betekent dat we straks 84 hebben. Maar wat we in de loop van de ontwikkeling van deze kalender ook hebben gedaan is, we hebben de eerste 5 kalenders volledig gewijd aan Afro-Surinaamse iconen. Vanaf de 6e editie, dat is vorige keer, hebben we ook andere etnische, dus iconen uit andere etnische groepen naar voren gehaald. Eigenlijk ook in het iconenproject verdisconteerd. En dat houden we aan en we hebben gezien dat dat goed uitpakt, goed ontvangen wordt door de samenleving. Dus het is iets wat we voortzetten. We